Uw arts heeft u vanwege trombose een kant-en-klaar trombosespuit voorgeschreven. Deze moet onderhuids ingespoten worden. Als u uzelf een trombosespuit toedient, leg dan het volgende klaar. Een trombosespuit, een pleistertje en de naaldencontainer. Hoe moet u injecteren? Was uw handen voordat u begint. Desinfecteren van de huid is niet nodig. Pak het spuitje vast en richt de naald naar beneden. Als er een druppel aan de naald hangt, laat u de druppel er voorzichtig vanaf vallen. Laat de luchtbel in de spuit zitten. Kies de injectieplaats bij voorkeur in het gebied rond uw navel of aan de buitenkant van uw bovenbeen. Wissel van injectieplaats en spuit niet in het gebied van 5 cm rond de navel, in de buurt van een litteken of een wondje. Neem een huidplooi tussen duim en wijsvinger, maar knijp niet. Breng de naald loodrecht en in zijn geheel in de huidplooi. Trek de zuiger iets omhoog voordat u daadwerkelijk injecteert. Als u bloed optrekt, heeft u waarschijnlijk een bloedvaatje aangeprikt. Dit mag niet. Verwijder de naald en injecteer opnieuw op een andere plaats. Dien de vloeistof langzaam toe door het neerdrukken van de zuiger. Trek de naald voorzichtig terug uit de huid en laat daarna pas de huidplooi los. Gooi het gebruikte spuitje meteen in de naaldencontainer. Veeg na de injectie de injectieplaats niet af. U moet de injectieplaats ook niet afdrukken of masseren. Als de injectieplaats bloedt, kunt u deze even voorzichtig dichtdrukken en als er nodig een pleister opplakken. Een volle naaldencontainer kunt u inleveren bij de apotheek. Met vragen over het injecteren van de trombosespuit of wanneer u twijfelt over mogelijke bijwerkingen, kunt u zich wenden tot uw behandelend arts of huisarts.